Hoi. Hoi. Sport Pride ontmoet waterpolokiepste Laura Aerts om haar beter te leren kennen voordat ze afreist naar de Olympische Spelen in Parijs. Nou, dit is welkom. Daar zijn we weer. Yes. We hebben inmiddels je wat beter leren kennen, maar graag leg ik je ook nog wat stellingen voor. En daarvoor heb ik een mooi bordje gemaakt, eens of oneens. Oh, oké. Okay. Dus die ga ik je geven. En bij elke stelling... Ik hoop dat het niet de moeilijke vragen zijn, want... Ik ga het best doen. Okay. Ja. Ja, ben je er klaar voor? De rol van een keeper is de meest cruciale positie in een waterpolo-team. Je begint niet makkelijk. Meest cruciaal, ja, dat is het wel zeker. Ja? Eens. Ja. Waterpolo is een fysiek zware sport. Eens. Hard werken om de top te bereiken is belangrijker dan talent. Ja, ik vind wel dat je heel hard moet werken, al heb je talent. Dat is leuk, leuk meegenomen, maar je moet nog steeds hard werken. Topsport moet goed begeleid worden, anders is het onder andere een te zware mentale belasting. Ja, helemaal op je jonge leeftijd. Ja. En wat is voor jou jong in de waterpolowereld? Nou, als jij al 15, 16 bent en je komt er al bij, dan moet je eigenlijk al wel weten waar het allemaal om gaat. Want jij was volgens mij ook 16. Ja, ik was 16, 17, ging meetrainen inderdaad. Ja. En op je 18e was je voor het eerst kiepste, toch? Ja, precies. Ja. Ja. Ik kan goed tegen mijn verlies. Eens? Ja? Is het echt zo? Ik vind het niet leuk. Ja, ik kan goed tegen mijn verlies. Behalve als we niet goed gespeeld hebben. Dan is het oneens. LHBTI is nog niet volledig geaccepteerd in de topsportwereld. Ja, eens. Niet helemaal, nee. Ik zie het nog steeds, helaas. Biseksuelen worden door zowel de heteroseksuele als de homoseksuele gemeenschap vaak niet volledig herkend of erkend. Eens. Ja. Eens. En dat is ook bij mensen uit niet verkeerde bedoelingen. Dat bijvoorbeeld, je bent biseksueel en je bent in een relatie, bijvoorbeeld voor mij, ik ben dan in een relatie met een vrouw. En dan is het zo van, maar ben je dan nog bi, dan ben je toch lesbisch? Ja. Maar nee, ik ben aangetrokken tot beide. Dus dan ben ik biseksueel. Dus als je een man hebt, zegt iedereen, je bent toch hetero? Ja, precies. En dan zeg iedereen jij? Niet heel andersom, ja. En iedereen niet voor een man, dan zit dan met een vrouw. Ja, dus dat ook onbewust, een stukje nog niet... Dat mensen toch niet helemaal goed begrijpen. Is er behoefte aan meer initiatief voor jonge meisjes om te gaan waterpolo'en? Ja, zeker. Altijd, hè? Ja, nee, zeker. Meer. Dat het is zo'n leuke sport. En helaas is waterpolo in Nederland heel klein. Maar ja, het is zo leuk. Dus waarom niet? Met jou als rolmodel moet het eigenlijk wel groeien, toch, de aankomende jaren? Ja, oké, bij deze. Kom. Ja. Zie, kom allemaal bij waterpolo. Waterpolo. Het is mogelijk. De top halen. Ja. Dankjewel. Ja, bedankt.